Hallo jongens, meld je aan voor kanalen om meldingen te ontvangen wanneer het laatste nieuws beschikbaar is. Een Amerikaanse man die gezocht wordt door de politie van Torrington in de staat Connecticut, heeft de agenten laten weten zichzelf aan te geven als het vastboekbericht met zijn opsporingsposter genoeg likes krijgt. De 29-jarige José Sims wordt gezocht omdat hij meerdere keren niet is op komende dagen bij de rechtbank. In totaal staan er zeven arrestatiebevelen uit tegen hem. Sims nam eerder deze week contact op met de politie en sprak af zichzelf aan te geven als er 15.000 leaks op zijn poster kwamen. Het politiebureau ging akkoord en zette de actie op zijn Facebookpagina. In eerste instantie wilde de man zichzelf pas aangeven bij 20.000 Liks, maar de agent die de onderhandeling voerde kreeg dat aantal nog naar beneden. Inmiddels heeft de post genoeg Liks behaald, maar de politie laat weten dat Sims nog niet gezien is op het bureau.